het is hysterisch. Het is nu al enig. Dank u wel. Ga lekker zitten. Ja, ik zit hier heel alleenig. Zoals u weet ben ik nogal hardhandig geweest tegen mijn collega. Ja, het stond in de krant. Ik heb hem voor zijn hoofd geslagen iets te hard. Poeh, ongeluk. We gaan er zo nog even op terugkomen. Maar ja, het is nog steeds niet helemaal goed gekomen. Maar bent u al lekker in de Sinterklaasstemming, dames en heren? Ja, gaat het wel een beetje? Ja. Nee. Ik heb me voorgenomen om er niet over te hebben. Oké. Okay. Dus laten we het negeren. Ik wil niet dat je... Ik vind dat je toch heel pittig praat met zoveel pijn in je hoofd. Omdat ik een man ben. Wij zagen het volgende bericht in de krant. Dat stond... Het was jouw week. Irene slaat knock-out, of weet ik van wat de kop was. Hallo, je bent er zelf bij geweest. Nee, Irene slaat Carlo per ongeluk echt knock-out. Ja. Ja. En er is veel om te doen. Want ik word echt aangekeken zo van... jij misbehandelt je collega. Zo word ik de hele tijd aangekeken. Dus ik wil het toch even uitleggen hoe het is gegaan. Oké, vertel. Nou, ik moest jou met een gitaar op je hoofd slaan. Vertel waarom. Omdat jij iemand was, en dat vond ik dan als character irritant. Dus dan zou ik komen met een geprepareerde gitaar... en dan moest ik op jouw hoofd slaan. Ja. Dat hebben we geoefend. Ja. Kunnen we even naar de oefening kijken? Ja, dit is de oefening. Ja, ruw materiaal. Dit is niet Irene als Nicole. Ik kom als Rutjakov binnen. En dan zou zij boos worden. Ja. En dan zou maar luister even, want jij gaat het uitleggen dan. Ja. Ja, want er zit dan... aan de binnenkant zit dan iets zachts. Jij zit toch even naar de shots te kijken. En de buitenkant is dan gitaar. Ja, ik had het heel leuk bedacht, dacht ik zelf. Dit is overigens de gitaar, dames en heren. En nou hadden we hem geprepareerd, moet ik wel zeggen. Dus de achterkant is heel erg zacht. Dus het zou zo zijn, hè, dat Irene mij zou slaan. Nee, blijf rustig, Irene. En dan zou ik, zal maar zeggen, dit moeten hebben. Dit zo. Dit was de bedoeling. Dit was de bedoeling. Maar ik heb nog gezegd, de zijkant, Irene, is hard. Dus, let op, dit is zacht. Dit is niet fijn om op je hoofd te hebben. Nu jij weer. Nou, toen mag ik er nog iets aan toevoegen. En jij hebt mij echt gedreven tot het uiterste. Want jij had zoiets van... en je moet het goed doen en in één keer. Want we kunnen het maar één keer doen. En dat mag er niet een beetje soft uitzien. Je moet er even alles geven. Ik zei Irene zo hard mogelijk, heb ik wel gezegd. Dus ik ga in die rol en ik voel de haat opkomen. En ik denk, daar ga ik! Ja. Nou, en je gaat ook... Zullen we het straks laten zien? Nee, nu. Dit is de klap en luister. Ruw materiaal. Het audio is niet bewerkt of zo, dit is ook de echte klap. Nou, dames en heren. Toen ben ik gaan reanimeren. Nee. Er komt namelijk een hele boeiende scène hierna. Want ik mag die filmpjes van de wereld slaan door, die mag ik regisseren. Dus er zit bij mij altijd heel veel adrenaline in mijn bloed. Ook al zaag je mijn been er op dat moment af... als ik Matthijs van Nieuwkerk na zit te doen... dan doe ik dat na en dan voel ik en zie ik niks meer. Maar bij mij ging echt even het licht uit. Er komt een boeiende scène en dat ziet u straks. Want vooral mijn collega... ja, de tranen gingen over je wangen. Ze doet heel cool... Maar je vond het verschrikkelijk. Tot zo. Als u net pas inschakelt en denkt... wat heeft Carlo een leuke haarband. Ik vind wel dat je overdrijft, hoor, met je dingetje. Dames en heren, het is alweer 2 weken geleden. Wou ik zeggen. Mag het even, hè? Het valt allemaal reuze mee. Maar we maken televisie. Ja, we gingen er net uit met de klap waarvan we echt zeiden... dit is ruw materiaal, het geluid is niet bewerkt. Zo klonk het op Carlo's hoofd. Laten we nog even zien. Nou. Met de gitaar. Nou, vind je niet dat we het een beetje te veel uitmelken, dit moment? Ja, maar wilt u zien hoe het verder ging? Ja! Want hij ligt daar op de grond. Ja. En hij was even weg. Nou, hij viel wel mee, maar hij was even weg. Even...
Maar 15 seconden of zo. Nou, vervolgens stond hij wel weer op en had zoiets van zo en verder. Maar de hele studio was in shock, want het was nogal een klap. Nou, dat was niet erg. Ik vond het alleen irritant. Kijk, ik ben even weg. Ik kom weer bij. Ik zei, oké, jongens, we doen het opnieuw, het shot. Toen dacht ik alleen, oh god, dan krijg ik het weer. En toen gingen ook mensen nog eens lachen. En toen, ja, nou, laat maar zien. Nee, geef niet, geef niet. Maar je doet het met alles wat niet haar doet. Wat doe je? Je doet het met dit. Je moet het nee, schat. Oh, wat is... nee, geef helemaal niet. Ja, wat is het punt dat je het niet met dit kan doen? Nou, ik weet ik veel, omdat hier zo'n klein gaatje zit. Ja, maar met... het enige wat en je ik moet probeer doen... hier te gokken. Nee, het enige wat je moet doen is het met dit... dat is gruwelijk. Met dit proberen te raken, anders lukt het niet. We gaan het nog één keer doen. Dan mik je dit niet goed. Toppen van mijn concentratie. Maar het is ook niet goed, hè, dat ding. Je kan wel zitten lachen, maar het is... Je moet het de zijkant ook van iets softs maken, weet je wel. Je hebt gewoon met dit, het is toch te hard. Nou, nu hebben we het wel gehad. Nu hebben we het echt wel gehad. Ik kreeg een paar sms'jes van een paar exen die zeiden van kon ze niet harder slaan. Maar... Nou, het resultaat wat het uiteindelijk toch heeft opgeleverd... want we hebben het anders moeten doen, want jij durfde echt niet meer. Nee, we moesten het anders oplossen. Zien we straks in De Wereld Slaat Door. En de tranen, ja, dat was... ik loop sowieso altijd leeg. Dus dat was, ik werd zo nerveus. Maar jij hebt wel een goed hart. Jawel.